Zedjam Bloemen rijdt volgende maand op de Olympische Spelen in Pyeongchang naast de 5.000 en 10.000 meter rook de ploeg in achtervolging. De in Nederland geboren Canadees maakt in Zuid-Korea zijn Olympische debuut. De Canadese schaatsselectie bestaat in totaal uit 9 vrouwen en 10 mannen. Dat maakt het Olympisch Comité van het Land donderdag bekend. Bloemen is de wereldrecordhouder op zowel de 5 als de 10 kilometer. Deze week liet hij met een nieuw baairecord op de 10.000 meter in Colgurie zien in topvorm te zijn. Zijn tijd van 12.43,04 was zelfs de op 3 na snelste. De tijd dood gereden op die afstand. De geboren Leider komt sinds 2014 uit voor Canada. Namens Nederland reed hij eerder drie keer een nekel rond en twee keer een WKO rood. Bloemenbloemen reist logischerwijs met hoge verwachtingen naar Zuid-Korea. Zo snel schaatsen als ik dit seizoen doe, is voor mij al een droom die uitkomt. Ik vind het een enorme eer om Canada voor het eerst in mijn carrière te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, zegt hij op de website van de Schaatsbond van zijn land, al sinds ik voor Canada uitkom. Voel ik de onvoorwaardelijke steun van het team. Mijn doel is om mijn beste races te schaatsen en om Canada trots te maken. Op de ploeg nachtervoorin krijgt Bloemen het gezelschap van Jordaan Bogos, Ben Donnelly en Danny Moison. Die laatste won in 2010 bij de Olympische Spelen van Vancouver met zijn landgoud op die discipline. Vier jaar later in Sochi pakte de 32-jarige Canadees individueel zilver op de 1000 meter en brons op de 1500 meter. Bloemen geldt in pierre Olshan als grote concurrent voor de Nederlandse steers Sven Kramer. Jorrit Bergsma, Jan Blokhuisen en Bob de Vries.